Daar zijn we weer. Mijn benen zijn er niet, man. Of iedereen weer plaats wil nemen voor de laatste ronde. Yes. Ik heb even water, Ja. Zitten we allemaal. Nou, we zijn nu aangekomen bij de laatste ronde. Deze laatste ronde gaan dus de twee deelnemers die de meeste fiches hebben, eigenlijk tegen elkaar battelen. Daar krijgen jullie 7 minuten de tijd voor. En in die 7 minuten ga je dus de stukken voordragen. Ik heb dan ook een muntje bij me. Ga ik even tossen. En dan degene die begint, dat betekent dat die dan ook niet mag eindigen. Maar dat leg ik zo meteen, dat ga ik zo meteen nog even benadrukken. Dan ga ik dus nu de twee namen bekendmaken die dus doorgaan naar de laatste ronde. Ga ik weer even vragen of jullie willen. Oké, de eerste naam is Miguel. Yeah. En de tweede naam is Pieter. Jullie zijn door naar de laatste ronde, maar ook nog steeds een hard applaus voor de andere deelnemers. En dan ga ik jullie dus het podium geven. Jullie mogen allebei hier zo staan en even de microfoon zo meteen even goed zetten. Dan heb ik dus een muntje bij me. Oké, ik zeg het even op de microfoon. Ik heb zo'n muntje, een kop of munt. Degene die hem dan heeft, die mag zeggen. Oh, oké. Okay. Dat is ook interessant om te doen. Nee, oké. Nee, dat is niet. Was te proberen. Yes. Die mag uiteindelijk kiezen of die wil beginnen of de ander laat beginnen. Jullie krijgen weer na 7 minuten een belletje te horen. De persoon die dus is begonnen, die mag niet eindigen. Dat geeft hij netjes aan. Dus ja, wie wil het kop, wie wil het munt? Munt. Munt. Ja, ik ben hier niet heel goed in, dus verwacht er niet heel veel van. Oké. Dekkie. Jij zei? Munt, oké. Okay. Oh, helemaal. Oké, het is munt. Yes. Dan mag jij dus zeggen of je wilt beginnen of dat je Pieter laat gaan. Goed. Pieter mag beginnen. Yes. Voor mij is het thuiswedstrijd. Oké okay dan. Nou, laat je even de microfoon schudden. Oh ja, en schoonmaken. Yes. Zo is ook belangrijk. Oh, en het is voorbij! Dat was heel snel, maar nee. Oké, Pieter mag beginnen, nogmaals 7 minuten. Ja, wat jullie zelf fijn vinden? It's a battle, so, hè? Nou, wanneer jullie er klaar voor, of wanneer Pieter er klaar voor is? Hey Miguel, geef me dan een kus. Ik ga dan weg. Je stem wil ik niet horen. Het ochtendgloren kreunt als het kraken van het opstaan. Ga maar lopen als je wil, dat het niet zeer doet. Geef me dan een kus en ga eens weg. Naar een langgestrekte dag van niet meer kijken, waar de morgenzon niet weggaat en de nacht zo verdacht veel op de dag lijkt. Geef me een kus en ga weg. Ik zal huilen op je steen, verkrampen om je lach, wenen als ik mag. Het weggaan is nabij, maar ik weet dat het weggaan niet bij jou is, maar bij mij. Geef me eens een kus, ga dan weg. En toch ben je bitter. Als je jezelf elke dag opnieuw de wereld inlacht, maar eenmaal binnen je het liefst zo snel mogelijk weer uitstapt. Alsof de wereld een koekje. Met 3 happen verslonden en de kleine kruimels waarmee je een spoor wilt vormen voor het nageslacht verdient de sporen niet, omdat je stappen te kort zijn om ergens thuis te komen.
toch ben je bitter. Als je lacht om de dagen die je zat was. In je bed de seks na 3 beurten het ook wel gehad heeft. Je lachspieren beginnen last te krijgen van kramp. Alsof de wereld een boekje. Opengeslagen, maar de rug is het die je toont en niet de inhoud die je dromen te vertellen. De angsten boven en bevend van het leven zou je jezelf willen beroven met een geforceerde glimlach. En toch ben je bitter. Als je lacht om de wereld, om maar niet te zeggen dat je bang bent dat alles voor niets is. Omdat je lacht, omdat je bang bent als je lacht, als je bang bent omdat je lacht, omdat lachen de hele tijd. Alsof de wereld een smoeltje. Het kleingetrokken masker dat je niet veranderen kan. Dat zijn handen om je lach gekruld heeft en met zijn narrenkroon je gedachten vastberaden leest. Maar dit zijn slechts illusionistische ideeën om jou van je lach te bestelen. En toch ben je bitter als je jezelf elke dag opnieuw de wereld inlacht. Maar eenmaal binnen je er liefst zo snel mogelijk weer uitstapt. Terwijl je lacht alsof je leeft, alsof je lacht, alsof je leeft, alsof je lacht om te leven. Alsof je leeft om te lachen, alsof je lacht omdat je leeft. En toch ben je bitter. Je slappe teksten staan zo zinloos naast elkaar. Huilen bij jouw woorden, of dat ik in de lach schiet. Jouw poëzie, die kan dat niet. Fuck jouw poëzie. Je vlakke stem is overspoeld met mooi verzonnen bagger die traag gestaag door greppels klotst. Maar aan de werkelijkheid verander jij niets. Je moest eens verzen schrijven als je op het scheikhuis zit en kijken of het ritme stokt als je de plons hoort in de pot. Terwijl ik voordraag in de zaal, zuigt een blondgelokte dame aan mijn oor. Hoor. Verder dat het regels paart uit het botje bij mijn staart. Als jij als dichter geen effect meer hebt, laat de bliksem dan je dichten maar verstieren. Laat de waarheid met je regels klieren die je net hebt neergezet. Fuck jouw poëzie. Maar beste Pieter, vandaag zijn we vreemdelingen. Vreemde eenden die zwemmen in onze omgeving. Vandaag zijn we vreemdelingen. Jouw naam verborgen onder kroos. Mijn naam wordt door de presentatrice ingevlogen alsof dat blijkbaar nodig was. Want vandaag zijn we vreemd. Zelfs als we zouden kussen. Even. Zou een teken van leven zonder echt verbonden te zijn. Want vandaag zijn we vreemd voor elkaar. De wereld bevalt toeval tot ontmoeten zonder de vijanden van nabij te bekijken. Narcisme in de ogen omarmd zonder te denken aan storingsgolven aan het oppervlak. Want vandaag zijn we vreemdelingen. Het publiek houdt adem in. Vandaag zijn we vreemd. Ik ben nog niet klaar. Is het tijd klaar? Nee, ik heb nog wel 7 minuten. Ik ben nog niet klaar met jou. We zaten in een stinkbar in de stad, Michael, waar het rook naar jouw vrees en je verschaalde vrijpartij. Er waren mekkerende meiden, gevarieerde kloterijen, zodat er bier liep op jouw trui. Je was er ook, maar dat wilde ik niet meer. Je was een kerel, maar ik was een meneer. Er waren winkels in de rij, bedrukte supermarkten, waarmee wij dromen kochten die ingebonden mochten in een kaft van pannenkoek. Er was op Zoom een ventje zoek, en dat was jij. Donkere heer met sigaret die moeite deed om voor te leven. Maar ruiken deed je niet, dus wentelde mijn boek zich in mijn eigen aftershave. In het stinkbar van de stad schreef ik mijn naam op het toilet. Ik wilde dat je me had lief gehad. Als je bij het plassen op de muur had gekeken en eventjes had omgelet. Oh.
Voor een stad hult zich in donker bij daglicht. In een maatpak als harnas tegen de nacht. Pieter, where art? Oh, daar ben je, ik dacht al. Een achtergebleven leegte klopt niet in een hart dat Rotterdams is, klinkt. Zou moeten swingen als jazz op plaat, als cosmopoliet die een stad dwingt om vrij te zijn en blijven vrij van angst. Een stad herrijst in donker bij daglicht, als stijlvolle maasstad met poëzie volbracht. Hoe lang in je leeft? Tja, zolang je nog lacht en spreekt en het pak nog altijd past, hult een stad zich in licht tijdens duisternis als dank voor de nacht. Yes! Tussen Pieter en Miguel. Yes. En ik vond hem echt, nou, dat is in ieder geval mijn mening, nice. Maar we gaan dus nog steeds stemmen. Voordat we gaan stemmen, hebben we toch, ja. Stemadviseur. Ja. Stemadviseur, ja. Nee, ze keek me even zo en ik keek haar ook even zo aan. Hè? Ja, ik ga ze nog even van feedback voorzien. En ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. Ja, ik ook. Ja? Nou, kom maar op. Oh, die info, die was gewoon zo. Oh, ja, ik weet er iets over. Ja, die is goed. Ja, ik vond het echt heel tof. Echt. Oh, ik heb er echt heel erg van genoten. Ik heb dus ook helemaal niet zoveel opgeschreven, omdat ik wilde gewoon kijken en luisteren. En het was gewoon echt ook heel erg goed op elkaar ingespeeld. Het was echt een battle, dat is heel fijn om te zien. Pieter, ja, was echt lekker venijnig. Met veel humor, dat kwam echt heel goed aan. Waarin ik wel, zeg maar, dan ook, nou ja, ook verneinig, maar ook gewoon wel echt heel erg in, nou ja, de ritme, herhaling, de echte poëtische elementen. Zoals iets zeggen, het publiek houdt de adem in en dan ook echt lekker lang stil blijven. Hè. Dat is wel altijd spannend om hier gewoon te staan en dan echt die stilte gewoon te laten vallen. Maar dat werkt heel goed. En Pieter dan weer met van die dingen, een bordje bij mijn staart, dat ik ineens weer zo, wat, denk, waar dan? Spannend. En je was een kerel en ik een meneer, dat vind ik ook echt gewoon een harde tis. Ja, dat is heerlijk. Succes met stemmen. Maar sowieso echt heel erg bedankt, heren. Ik vond het fantastisch. Yes. Dankjewel, Anne. Dan weer tijd om te gaan stemmen voor deze twee heren. Eigenlijk heb ik niet eens bijgehouden wat de kleuren waren, maar wat is de laatste dus? Als je het goed hebt gedaan, hebben ze alleen nog een wit fiche over, dus je gaat met wit stemmen. Hey, jullie gaan met een wit fiche stemmen. Wit veel fiche. Succes! En dan zie ik jullie zo meteen terug om de winnaar aan te kondigen. Woe!